Hoi en welkom bij aflevering 12 van Het Parkstad. En hallo Bekkerveld! Ja, hier in Heerlen was het een paar dagen geleden iets gezelliger op het Bekkerveld met Park City Live. Maar goed, ik sta hier nu gezellig, rustig, relaxed. En daarachter is de burgemeester Savelbergstraat. En daar komen al die artiesten dan binnen. Hè. Daar komen ze backstage binnen. Ja, dat is de burgemeester Savelbergstraat. Maar in Wijnandstraat en Landgraaf heb je nog andere straten natuurlijk. En daar gaan we nu even naar kijken. Een van de hoofdwegen in Wijnandsrade is vernoemd naar twee heren uit de Opvergeldfamilie. De weg tussen de kruising naast de kerk tot aan de T-splitsing die een kleine 150 meter verderop ligt, behoort tot de Opvergeldstraat. Vaak worden straten vernoemd naar slechts één persoon, maar deze straat is een uitzondering. Theodor Opvergeld was burgemeester van Wijnandsrade tussen 1905 en 1929. Hij kocht rond het begin van zijn regeerperiode het aangrenzende kasteel Wijnandsrade. Vanaf 1929 droeg Theodor het stokje over aan zijn zoon Godfried. En die regeerde van 1929 tot en met 1953. De laatste Opvergeld inwoner in Wijnandsrade stierf overigens in 2006. Maar het dorp zal naast Wienersroo ook nog altijd voor velen het dorp van Opvergeld genoemd worden. In het huidige Landgraaf zijn nog steeds heel veel Spaanse invloeden te vinden die afstammen van de bezetting van de Spanjaarden enkele honderden jaren geleden. Hier ligt namelijk de straat Spaans Kentje. Oorspronkelijk was de naam gebonden aan het kerkje dat in Nieuwehagen ligt. Maar de originele bedoeling was dat de naam een stuk grond aanduidt dat van het ene koninkrijk naar het andere overging. Spaans Kentje betekent Spaans hoekje en was eigenlijk een stuk geschonken grondgebied en landgraaf. En wie aan Spanje denkt, de zon is nog steeds te vinden in deze straat. Get away from my past, get away at last, girl.
beste van Rick allemaal. Ja, zeker. Dankjewel. Een paar dagen geleden deed ik mee aan een filmquiz. Want Bibi Schouten, bekend van Studio Hellebrand en Brunsum, die nodigde me uit voor een heuse filmquiz. Voor haar vlog. Nou ja, die gaan we niet helemaal uitzenden, want die duurt erg lang. Maar als je hem nou graag wil zien, kijk dan even op haar account op YouTube, Bibi Schouten, en dan vind je hem vast wel. En nou, hier vast wel een klein voorproefje. Hi allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Mijn naam is Bibi. En mijn naam is Erwin. En wat zeg je altijd? Hallo Parkstad, ik ben Erwin en ik ben in Brunsum. Ja, inderdaad, ja. Bij Studio Hellebrand. Ja. En wij gaan vandaag een challenge doen. Een hele speciale challenge. Hele speciale challenge. Want wij gaan de film challenge doen. De bedoeling is met het welbekende belletje, als je de film herkent, meteen op het belletje te slaan. En dan mag je het goede antwoord geven. Ja, doei! Ik denk de Green Mile. Nou, dat was dus goed. Ja, nou. Ik zeg... Op naar de volgende. Dit is weer zonder beeld. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat ik hem ook weet, maar zeg maar. Ja, ik kom uit 1997. Zo, ja, dat is wel goed. Hè? Ja, Titanic, hè. Ja. Oh, wat had jij dan? Oh, oké. En dan is het weer tijd voor een klein quizje. Hoe goed is jouw kennis over de kerken in Parkstad? We gaan naar kerkraden. En één tip? Het is niet deze. Het bandje Violet Steel bracht deze week hun eerste videoclip uit, This Road. En This Road is de eerste single van een nog uit te komen EP van hun, die Down the Road gaat heten. Edith is de leadzangeres en deze country-achtige muziek, nou, dat is alles wat je nodig hebt met deze mooie temperaturen. Save the love.
Ja, bedankt Violet Steele voor deze prachtige muziek. Ik hou er enorm van, die country hoor. Heb je nou zoiets van, waar kan ik voor de rest nog naartoe? Dan gaat Martijn je dat nu vertellen in de agenda. En Parkstad heeft ook deze week weer heel erg veel te bieden. Op zaterdag 15 juli maak je eigen pizza bij het Bakkes in Rimburg. Tussen 3 en 5 kun je daar terecht en kun je dus alles op je pizza gooien wat je maar wil. En buiten het evenement om kun je ook vaker terecht bij het Bakkes, want ze maken ook bijvoorbeeld flyen. En dan van zaterdag 15 tot en met zondag 16 juli rock op het gras in het Schutterspark in Brunsum. En rock is er wel degelijk te vinden, want er zijn bijvoorbeeld tribute bands van The Red Hot Chili Peppers en The Rolling Stones. En vanuit Parkstad Popstad zullen er ook enkele bands aanwezig zijn. Zo kun je bijvoorbeeld ook luisteren naar Lapschwans. En als je maag begint te knorren kun je ook naar het Foodplein, dat is namelijk ook aanwezig. Hier kun je lekkere hapjes en drankjes nuttigen. En wil je even afschakelen van al dat muzikale geweld, dan kun je zelfs ook nog terecht bij een oldtimer show. Die is er namelijk ook. En dan op zondag 16 juli. Het zomercarnaval in Kerkrade op de Markt in het kader van het WMC Buitenfestival. Dit alles georganiseerd door KS Schönjek. En je kunt onder andere kijken en luisteren naar Ummer der Never, Remborg Club Haander, Miserabel en de Martino's. Dus hold dat picture maar loose de kas. En het blijft druk in Kerkrade, want op woensdag 19 juli vindt Zomerspas plaats, ook op de Markt in Kerkrade. En wil je je deze week wat energieker voelen? Dan kun je op donderdag 20 juli naar de eerste Yin Shin Jutsu stroomavond. En dat is een hele mond vol, maar je kunt het allemaal beoefenen in de residentie in Abdissebosch. Op deze avond word je vakkundig begeleid om jezelf te behandelen en je energieker te gaan voelen. Meer info kun je vinden op de Facebookpagina van Keibets Care Consultancy. En dan van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juli. Het vriendschapstreffen van Thermiek 58 in Nut. Alles wat vliegt en zweeft mag hier natuurlijk op afkomen. Dit zijn natuurlijk leuke dagen voor de liefhebbers van modelvliegtuigen. En op deze dagen mag je met de modelvliegtuigen zelfs tot 300 meter hoogte vliegen. En tenslotte sluiten we de Parkstadagenda nog af met een culturele afsluiting in het Cultuurhuis in Heerlen. Hier vindt namelijk Zomerpop plaats. Op twee podia kun je genieten van zo'n 10 acts. En een van deze acts is Storkski. Deze band opende vorig jaar Pinkpop en staat dus nu op Zomerpop in het Cultuurhuis. En je kunt er terecht vanaf 2:30 middags. Er is dus genoeg te doen in Parkstad. Trek er maar lekker op uit en tot de volgende week. Dat was hem helaas alweer. Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er met aflevering 13. En dat is dan op de vrijdag. En dan is het dus in feite een beetje vrijdag de 13e. Spannend. Ik hoop niet dat u bijgelovig bent, maar... Hè? Kan het spannend worden. Tot de volgende week.